zijn een hoorn, we zijn een hoorn. Dankjewel. Wat is er dan? De Zuiderzee. Oh, nee. Ja. Dat is wel echt heel lekker. Groningen! Oh. Yeah! Ja, dit is eigenlijk echt niet grappig. We hebben nu 3 steden gehad en we lopen nu al 1 uur uit. Dat komt omdat het heel gezellig is. Zo gezellig. En natuurlijk wist ik wel dat jullie hartstikke leuk zijn en alles, maar dat jullie zo leuk zijn had ik ook weer, zeg maar, ja, had ik gewoon niet ingecalculeerd. En ik heb hier nog geen ervaring mee. Dus ja, sorry meiden in Zwolle, die hebben moeten wachten. Ik hoop dat ze het een beetje goed hebben gemaakt op deze dag. En ja, ik heb de andere meiden ook gemaild op de rest van de route. Dus ja, we gaan gewoon zien wat het gaat worden. Zwolle! Hij staat nu aan. Vadim, in Zwolle, hello. En Vadim heeft ook een YouTube kanaal. Trouwens, ik heb hem eergisteren laten zien. Echt? Omdat ik de vlog? Ja, ik vond je Q&A zo leuk. Ik heb nog niet gezien. Jee, ik kom volgende week pas. Oh, maar ik vond je Q&A echt zo leuk. Ik dacht, ik moet dit gewoon laten zien. Is dus zo. En Marjolein, superleuk. Marjolein gaat sport en voeding, toch? Hij studeren. Voeding en gezondheid, ja. Dat was het inderdaad. Superleuk. Yes. Yeah. Ja, leuk dat jullie er zijn. Lol. Het is echt een super, uber, uber gezellige roadtrip. Met deze chica's. Yeah, baby. Het is echt zo gezellig. Maar ja, we hebben net wel een hele moeilijke beslissing moeten maken om Nimma over te slaan. We zouden gewoon 2 uur uitlopen. Dat kan gewoon niet. Check, die auto's aan het opladen. Hoe futuristisch ziet dit eruit? Check dan, dit is het oplaadstation. I love het Tesla logo trouwens. Ik vind hem echt zo vet. Oké, we gaan nu heel, heel, heel snel van 0 naar 100. Ik heb het vanochtend al met Mandy gedaan. Hè? Het is erger dan een achtbaan. No joke, het is echt erger dan een achtbaan. Oké, okay, ik moet echt zien. Nadine gaat het nu voor het eerst meemaken. Dus let op haar reactie. Oh my god, okay. Ik vind het ook echt eng. Ik weet niet wat ik nu moet verwachten. 3, 2, heb je gordel om? Ja. Oké. Dit is echt gewoon een achtbaan! Dit is echt een achtbaan! Oh my god. Oh my god. Het is echt eng. We staan trouwens op een rechte weg. Er is niemand in de buurt. Het is gewoon veilig, maar het is echt heel eng. Jongen. Ik heb de gaspedaal ingetrapt, man. Het was echt ernstig. Oh, het ging echt heel echt snel. Heel eng. Dit was echt heel eng. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht wel, nou ja. Deze was erger hoor, man. Je hebt hem sneller, ingetrapt dan vanochtend. Ja. Echt waar. Wauw. Okay. Oh nee. Nu ben ik terug naar gewoon normaal rijden. Ja. En doordat we Nijmegen helaas gaan skippen, hebben we wel goed nieuws, want we komen op tijd aan in Tilburg. Awesome. Dus, winning in life. Winning in life! Dit was echt crazy. Ik vind het zo vet. En men zegt dat je kan het vergelijken met Extreme in Six Flags. Maar dan gewoon in je auto. Wat? We zijn alweer op de helft van de route. Kijk nou. We zijn begonnen in Hoorn, daarboven. Toen naar Leeuwarden, toen naar Groningen. En nu gaan we door naar Zwolle. We zijn nu onderweg naar Tilburg. Ik word weer 5 meter gekeken. Helemaal niet. Leuk dat je er bent. Ja, dat is bijzonder. Dit is Marta. Hoi. Hoi. Super, super leuk. En dit is Andrea. En dit is ik. Wacht even, dit heb ik altijd al willen doen in Ivana's boek. Oh, oké. Okay. Morning, morning, morning. Zo, morning. Ja. Geweldig. Oh, echt. Ben je ook iemand? Je bent zo mooi. En super slim. Ik kan het gewoon doen als springpas. Ja, ga je rennen? Ja. Nee, Nadine, smek me. Ik ga echt huilen. Kort man. Oh, wat goed. Ja, hetzelfde. Wauw, zo hard. Wat gebeurt daar? Ja, Claudia is er ook bij. Oh, dit is echt zo vet. Ja. Ja. Oeh, she's expecting. What the girl? Dit is het beste wat ooit is gebeurd. Yeah. En het rent, ja. Oh, is zo grappig. Geef even terug dat. Oh, oké. Okay. Oh, we gaan het echt doen? Ja. Instant oh, moeten regisseur, zeg het maar. Oké, okay, spontaan. Ja, spontaan. Geef Ivana voor het eerst dit nu.
Ja, ze had het net al gegeven. Maar wat is het eigenlijk? Het is honing, maar rauwe honing. Hugo en ja. Onverwarmd, onbewerkt, helemaal van de weiland. Ja, dit is een special man. Dit is echt wow. Super nice. Raw, ja, hashtag raw. Je bent veel meer dan alleen maar reizen. Oh. In die zin, er zijn genoeg interesse, of tenminste, ja, dingen waar jij mee bezighoudt. Ja, raakvlakken inderdaad. Oh. Die dan wel... Ja, maar dat is wel echt waar. Het, is, oh. Het zijn geen van die reisjes. Nu moet ik zelf gewoon... huilen. Nee! We gaan naar Hugo. Nee! Waar naartoe? Serieus? Weet we nog niet, maar we hebben je video gekeken van de cruise. Ja. En hij is misschien niet zo'n kijker van video's, maar hij zegt altijd: kom even kijken, kom even kijken. Kom even kijken, kijk hoe mooi. Kom heel even kijken. Mag ik een kaart? Ja, heel veel. Ja, serieus? Ja, het is de enige stad geweest. Enige stad naast Rome die een Colosseum heeft. Ja. Serieus? Het is echt een mooie stad en het is met strand. Dus wij gaan er ook naartoe zodra baby klaar is. Ja. Ik ben in de oven. Is dat ook een beetje vroeg naartoe te vliegen? Ja, juist. Van die low-budget dingen vliegen er naartoe. Ik weet nou niet welke. Ryanair of zo? Ryanair. Maar hij heeft een Starlet, ik heb een oldtimertje, dus... Ja, maar dan ben je wel minimaal 14 uur onderweg. Ja. Maar je kunt wel goed vliegen, dus. Ja. Ik zou vliegen. Ryanair vliegt op zich. Kijk, als je gewoon roadtrips houdt, dan is het leuk. Mensen zijn de auto onder de rekening. Waar zijn ze dan? Mijn vliegen is gewoon wel heel chill. Ik ga gewoon meteen denken. Ja, maar dat is niet aan de zee of zo. Jawel, Pula heeft een gezinsstrandje. Dus het is niet echt van het uitgaan en zo. Oké, ja, maar dus ja. Dat toch niet. Nee. Ja. Maar dan heb je een beetje cultuur mee. En echt wel. Ik kan het je echt zo van harte aanraden, want het is allemaal heel verschillend. Mm-hmm. Die kust van Kroatië is gewoon heel vet om te zien, maar Montenegro is ook wat meer bergachtig. Ja, dat moet je wel durven. Bosnië is pikkel, daar moet je wel echt, ik denk dat je een goede bereider bent, maar... Ja, hij is een goede chauffeur, beter dan ik. Bosnië is voor de mensen met stalen zenuwen, want dan heb je gewoon tweerichtingsverkeer afgrondage. Maar gewoon geen grap. Oh no. Slovenië geweest, een paar jaar terug, naar een festival daar. Ja. En daar gingen eens naar de hoofdstad toe. Dat was een 80 weg of haag door de bergen. Dat was maximaal maar 80. Slovenië is echt smooth sailing vergeleken met Bosnië. Ja, Bosnië is bikkel. Ja. Bosnië is echt bikkel. Ja, dat is echt... Vraag maar aan hem. Gewoon, zeg maar, ik denk eerlijk gezegd dat het makkelijker is om te rijden dan om in de passagiersstoel te zitten. Want in de passagiersstoel heb je die afgrond naast je. En je ziet elke keer die auto's komen. Dus je zit even van te kijken. Ik ga niet kijken. Gaat het nog goed? Maar het is prachtig. Het is zo mooi. Ja, ik vond het zo vet om te zien. Ik dacht echt... Ja, ik ook. Ik was gewoon helemaal niet terug geweest. Ja, zo grappig. Dankjewel. Leuk om je te zien. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel voor het komen. Echt super, super leuk. Ja, vond ik ook. Ja. Oké. Chica. Dankjewel. Dankjewel voor je cadeautjes. Super. Maar een vraag. Oh my god. Man, dat was zo gezellig. Amazing. We gaan nu richting Goes. En het begint helaas te regenen. We hopen daar wel nog wat street art te kunnen zien. Want er schijnt een super vette street art route te zijn door Goes. Maar als het keihard regent, weet ik niet of dat gaat lukken. Fingers crossed. Van een eensgezinswoning, 4-5 kamers, wauw. Ben je rond de €170.000 kwijt. En dan woon je nieuw. 5 kamers, nieuwbouw. Noordzee gewoon! Nee! Wat is er dan? De Zuiderzee. Nee! Mag.